ben hier in het bos op zoek naar een prachtige soort. En in België komt die soort bijna exclusief voor in het Zoniawoud. Dus ik ben op de juiste plek. En hij zou hier veel voor moeten komen. Even een goed plekje zoeken. Nou, wat je dus nu hoort, dat is het beestje. En dat is geen vogel. En dit is eigenlijk een alarmkreet van het beestje. En dat is echt heel luid. Dat kan je wel tot 100 meter ver horen. En als je bedenkt dat dat beestje maar 15 centimeter groot is, best wel indrukwekkend. Maar goed nieuws, want ze zitten er dus wel. Oké, ik heb er nou eentje in beeld. Dit is hem. De Siberische grondeekhoorn. Of Koreaanse grondeekhoorn wordt hij ook wel genoemd. Heel duidelijk te herkennen aan die 5 strepen op zijn rug. En je kan zien hoe goed die camouflage van ze werkt. Ze gaan bijna helemaal op in de omgeving. En dit habitat is perfect voor ze. Je hebt heel wat van die lage vegetatie waar ze in kunnen schuilen tegen roofvogels. En martens en vossen. En je hebt ook heel wat van dat doodhout waar ze onder hun nesten kunnen bouwen. En bovendien zandgrond, dat vinden ze ook fijn. Daar kunnen ze makkelijker in graven. Oh ja, hier heb je er eentje. Nou, wat is dan het verschil met de rode eekhoorn, afgezien dan de kleur? Nou, de rode eekhoorn die is wel 2 tot 3 keer zo groot als de Siberische grondeekhoorn. En die leeft ook veel liever in de boomtoppen. Die komt nauwelijks op de bodem, tenzij ze bezig zijn met een wintervoorraad aanleggen of een partner te vinden. En de grondeekhoorn, je raadt het al, die leeft heel graag op de grond. Die zoekt hier naar zijn voedsel, die maakt zijn nestjes hier. Maar in de boom kan je ze ook aantreffen, want het blijft een eekhoorn en het zijn uitstekende klimmers. De Koreaanse grondeekhoorn komt dus uit Korea en die zijn in de jaren 60 zijn ze geïmporteerd als huisdier. Er zijn er duizenden hier in Europa terechtgekomen en in de loop van de jaren zijn ze natuurlijk ontsnapt, zijn ze vrijgelaten en die hebben zich hier in de natuur gevestigd. Uitgezette en loslopende huisdieren hebben eigenlijk altijd een negatief effect op onze natuur. En natuurbeheerders waren er ook helemaal niet blij mee dat deze soort zich hier vestigde. Want vermoedelijk heeft het een negatief effect op grondbroedende vogels. En mogelijk ook in jaren met voedselschaarste kunnen ze competitie aangaan met onze inheemse rode eekhoorn. Het is invasief. Het is geclassificeerd als invasieve exoot en wordt dan ook weggevangen. Hoe mooi en hoe schattig die ook is. Better safe than sorry. Het is nu september, dus straks in oktober, november is het tijd voor een winterslaap. Dus deze maand gaan ze zeker een wintervoorraad moeten aanleggen. En ik vind het wel grappig met deze beestjes, die zijn zo klein, maar die verzamelen zoveel, tot wel 2 kilo aan noten en zaden. En dat verstoppen ze dan in de grond of in een hol. Maar dat is zoveel dat aan het einde van de winter dat ze nog een heleboel over hebben. Dus dat is echt wel typisch eekhoorngedrag. Wel heel mooi om te zien.